Op woensdag 11 oktober werden op de campus van de Wageningen Universiteit de Regio Food Valley Innovatieprijzen uitgereikt. Hiermee zette de Regio Food Valley de mooiste innovaties en de ondernemers die ze ontwikkelden in de schijnwerpers. Nou, we organiseren de innovatieprijzen al voor de derde keer op rij, omdat we het zo belangrijk vinden dat al dat mooie wat in de regio Food Valley ontwikkeld wordt, dat dat ook een podium krijgt. Dat we dat kunnen laten zien aan het grote publiek, hoe innovatief we hier zijn. Alleen dat brengen we vaak niet genoeg naar buiten. En daarvoor hebben wij gezegd, we moeten die innovatieprijs in het leven roepen om echt dat podium te bieden en iedereen de mogelijkheid te geven van laat maar zien waar je mee bezig bent. We hebben drie categorieën, dat is dit jaar voor het eerst. We hebben de Young Talent Award, we hebben de ICT Award en de Algemene Innovatieprijs. Het gaat over brede innovatie in food, maar ook in energie- en milieutechnologie, in de maakindustrie. Het kan van alles zijn, maar wel binnen de regio Food Valley ontwikkeld. De winnaar van de Innovatieprijs Regio Food Valley is geworden Saya Agrobotics. Wij zijn Saya Agrobotics. Wij automatiseren de glastuinbouw. Wij doen de oogst en het bladplukken met robots. Wij doen het ietsjes anders. In plaats van dat wij robots de jungle insturen, halen wij planten naar de robots toe. In feite maken we daarmee een soort van autonome kas. We passen eigenlijk alles aan wat er binnen die kas gebeurt om bijvoorbeeld tomaten, komkommers en paprika's te telen. Maar omdat wij helemaal overnieuw beginnen, kunnen wij het wel super efficiënt doen. De winst zit erin dat wij de helft van alle arbeid uit de kas in één keer kunnen automatiseren met een enkele robot. Ja, er waren ook publieksprijzen en juryprijzen. Wie was het publiek hier dan binnen? Het publiek was hier een heel gemêleerd gezelschap bij de uitreiking van de innovatieprijzen. We hebben heel veel ondernemers in de zaal. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. Omdat ondernemers vaak heel erg druk bezig zijn met hun onderneming. Maar vanavond hebben ze de moeite genomen om hier naartoe te komen. We hadden overheid, burgemeesters, wethouders en het ambtelijk apparaat wat hier vanavond aanwezig was. En daarnaast ook onderwijsvertegenwoordigd. Zowel vanuit allerlei verschillende onderwijsinstellingen in de regio waren er vertegenwoordigers aanwezig. Het publiek uit de zaal zorgde ervoor dat Upstream Foods uit Wageningen de Regio Food Valley Innovatie Publieksprijs mee naar huis mocht nemen. We zijn van Upstream Foods en we maken vis zonder vangst. We maken gecultiveerde vis. Dat betekent dat wij echte vis maken vanuit cellen. Die kweken we op en zo maken we vanuit één cel heel veel om op te eten. Zonder dat we daar dan de uiteindelijke vis nog voor nodig hebben. Voor het eerst werd dit jaar ook de ICT Award van de regio Food Valley uitgereikt. Het is de jury een eer om in de categorie ICT Award Regio Food Valley een innovatie te bekronen waarin elementen als toepasbaarheid, marktrijpheid, ketensamenwerking en impact samenkomen. De winnaar van de innovatieprijs Regio Food Valley is geworden BFG Warehousing. De ICT Regio Food Valley Publieksprijs werd door de zaal toegekend aan Horizon World. We zijn 6 jaar geleden ontstaan en bezig met de ontwikkeling van een XR-platform. Virtual reality, mixed reality, augmented reality. Om het laagdrempelig te maken voor iedereen. Dus zonder te coderen dat iedereen een training of een ervaring kan creëren. Onafhankelijk van locatie en onafhankelijk van het apparaat dat je gebruikt, de bril die je gebruikt. Daarnaast zijn we 6 jaar geleden begonnen met een andere missie ook, waarbij we opkomen eigenlijk voor de mensen die niet vanzelfsprekend voor zichzelf kunnen opkomen. En dat zijn eigenlijk de neurodiverse mensen die labels dragen zoals ADHD, ADDD, dyslexie, autisme, etc. In Nederland zijn er al zo'n 33.000 mensen die gewoon geen kans krijgen in de arbeidsmarkt, maar die of hoogbegaafd zijn of superslim en een hele bepaalde goede expertise hebben. Die echt zeer waardevol zijn, vooral met alle personeelstekorten voor maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. En in Europa alleen al 1,2 miljoen. En dat is gewoon zonde dat de mensen gewoon op een zolderkamer geen kans krijgen die ze wel verdienen en die ook wezenlijk verschil kunnen maken in onze samenleving. En dat is waar wij ook mee bezig zijn. Dit jaar ging na een succesvolle pitch voor het publiek de Young Talent Award naar Itzy Cycle. Met Itzy Cycle bieden we pakketten aan voor ouders in de vorm van verhuur. Daarmee bieden we zeg maar de producten aan die aansluiten op de leeftijdsfase van het kind.
Wanneer je de producten niet meer gebruikt, stuur je ze terug en krijg je daar andere producten voor in terug. Een nieuwe kinderwagen kostte mij €1200. Een autostoel €250. En allemaal producten die kort worden gebruikt. Daarna verstoft het op de zolder en heel vaak worden die ook weggegooid. Hier wilde ik wat mee. Ik heb best wel veel onderzoek gedaan, ook tijdens mijn scriptie. Dus ik heb echt gekeken naar de behoeften van de doelgroep. Maar ook al ontwikkeld als in het maken van een website. Nu zijn we bezig met een pilot die binnenkort van start gaat. Ons doel? Bewustwording stimuleren bij ouders. En ervoor zorgen dat we ze helpen om duurzaam te delen. Om zo een betere wereld te creëren waar hun kind in opgroeit. Wat ik het allerliefst zou willen is in gesprek met de gemeente of gemeentes. Omdat ik echt wel denk dat Itsy Psycho ook een probleem voor de gemeente kan oplossen. Ja, je gaf aan vooral contact met gemeentes te willen hebben. Ja. Waarom? Omdat ik denk dat ik waarde zou kunnen toevoegen binnen de gemeentes. De gemeentes hebben natuurlijk alle soorten ouders binnen de gemeente. En ik denk dat mijn uiteindelijke visie, dat echt het bewustzijn onder ouderschap te stimuleren. Dat ik dat in samenwerking met de gemeente heel goed zou kunnen doen. Viel er verder nog wat anders te winnen? Geld of zo? Geen geld prijzen, omdat we, we zeggen altijd het gaat over het podium. En als we zien wat dat met de vorige winnaars, wat dat allemaal gebracht heeft, zien we dat dat helemaal niet om geld gaat. Het podium biedt zoveel kansen om je innovatie te tonen. En daarnaast zeggen we eeuwige roem en een hele mooie bos bloemen. En natuurlijk die award of een oorkonde die je meekrijgt. En dat is voor de winnaars ook van de afgelopen jaren al prachtig geweest. Deze prijs is voor mij echt een soort van erkenning ook. Van dat hetgene waar ik in geloof, mijn visie, dat het ook wordt gezien door anderen. En voor mij alleen maar nog meer motivatie om te blijven doen wat ik doe en door te zetten. Je hebt een dochtertje van 2 thuis. Ga je het een beetje vieren met haar? Ja, zeker. Ze zou wel heel trots op mij zijn ook. En is ook mooi voor in de toekomst om te laten zien wat voor visie mama heeft en dat ze er helemaal voor gaat. Het begint hier, het begint klein en het wordt heel erg groot. Dat hebben we vanavond kunnen zien.